COVID-19-maatregelen die er gelden. Met dus al positief dat we kunnen blijven koersen, dat we kunnen koers kijken, dat we kunnen koersen. De lockdown en de coronamaatregelen. Dit is de Halletoren in Halle, waar de start plaatsvond vanmorgen om 12 uur op de middag. Dus de temperatuur. Vandaag Alpecin Phoenix vertegenwoordigen in het Belgische kampioenschap. De man met het nummer 1, Tim Merlier. Nummer 2, Dries de Bond. Nummer 3, Floris. De duur van de renners werd gemeten en ze moesten zeker zijn dat ze in veilige. De ploeg voorstellen die vandaag voor de Koning Quickstep zal deelnemen aan het Belgische kampioenschap. Wat voilà, ze komen ondertussen ook op het podium. En we gaan zich hier aan u voorstellen, de Tartelletto Isorex ploeg voor. Met het nummer 18, Philippe Gilbert. Het is ook niet super lang, het is 240. Dus ik denk dat het te doen is. En, ja, we zullen zien. Het PK is altijd. Van CCC vandaag zullen vertegenwoordigen op het Belgische kampioenschap met het nummer 39, Greg van Avermaat. Nummer 40, Gijs van Hoeken. Nummer 41, Nathan van Hooijdonk. En met het nummer 42, Guillaume van Kersbul. Heren, heel veel succes. Koersdirecteur Erik de Mensen, stelt zich eigenlijk met rode vlag. Het startschot wordt gegeven en we wensen alle renners heel veel succes vandaag. Is op Giel, Dirk Bergley, Sam Carrot, Sikura, Jolie Zouet, Bokken, Succes, Ozormi, Gosse, Chantiana, de Belgium. Ja, en hier met het nummer 66, Laurens de Vreese, die als allerlaatste. Onmiddellijk een vlucht krijgen met z'n drieën. Daarbij zit onder meer Jordi Bouts, maar ook Franklin Six is van de partij. Deze drie die gaan een voorsprong van 3 minuten 30 bij elkaar sprokkelen. Ook Robbe Gijs is op de afspraak. Dit is op de muur van Gerardsbergen. En de muur zorgt dan voor een impuls, voor een stroomstoot door het peloton. En dan gaat die voorsprong heel snel slinken. Een koppel maakt de oversteek. Dat zijn Louis Vervaken en Tim de Klerk. Zij gaan bij de drie komen aansluiten. Ze denken met die vijf een eindje op pad te kunnen. Maar ook dat is niet het geval. Want het peloton blijft jacht maken tot alles weer samen is. We zijn dan ondertussen een kleine 80 kilometer aan het koersen. Dit zijn de vijf en daar uit de bocht komt al het peloton. En dan gaan er weer ontsnappingen volgen in de grote groep. Er wordt dus gekoerst op dit BK. Na 2 uur hadden ze een gemiddelde van 44 en een. Voor het eerst echt naast komen. Zweek heeft als eerste gewenkt. Dat wil zeggen dat Gianni Meersman even naar die mannen gaat toerijden. We zien Tosh van der Zanden rustig lonkend kijkend om zich heen.
Ilo Keijsen met Pieter Serie. We zien Iserbiet goed zijn deel van het werk doen. Edouard Teuns nauwelijks ademend en dat doen de meesten zelfs even lachend. Er kan nog iets vanaf hier stilaan in de aanloop naar de volgende helling van de Tiegenberg. Hij zou graag hebben dat we ervoor rijden, maar dat gaan we niet doen voor alle duidelijkheid. Dat is niet het plan. We zien Dries de Bond ook rustig kijkend. Dus wat José daarnet zei, van het, men gaat hier wel eens 2 minuten nadenken. Is dit de juiste samenstelling? Dat gaat nu stilaan beginnen. Ploegleiders die erbij komen, is dit wel de juiste tactiek die we op dit moment aan het doen zijn? Dus die situatie ziet er riant uit, dat zeker. Maar er is een maar en die maar, dat heet een ploegleider. Tartelletto, Jenny Marchand en Michael van Staaien. Voor Paul Sauze Bingo hebben we Elie Iserbiet en Laurens Zweek. Er zit dus al een Belgisch kampioen in deze kopgroep. Jawel. En dan hebben we voor Natura Forever Roubaix Matthias De Witte. 20 stuks. Laten we afronden. 5 minuten. Dan krijgt u nog eens de namen netjes op een rij. Wat doen we ermee, Sven? Het kan nog alle kanten uit met deze kopgroep. Ik denk dat we mogen blij zijn voor de spanning van de wedstrijd dat Lotto Soudal zijn verantwoordelijkheid neemt. En inderdaad, ze hebben waarschijnlijk wel een paar mannetjes te weinig. Gekeken heeft die Wilder blijkbaar wel de gang in. Al voor de mannen van de Koning Quickstep op zich is dit een goede situatie. Die kunnen de rest laten rijden en als ze terugkomen gebruik maken van de situatie. Ja, we gaan kijken. José, je moet voor één keer niet in de commentaarcabine. Ze hebben koffie gebracht. Er liggen soezen onder mijn voeten. Desk. Dus aan je voeten. Die kan je een hele namiddag uitleven. Gewoon op het gemak naar de koers kijken en ervan genieten. En de commentatoren vanmiddag, dames en heren, dat zijn Michel Wuits en Sven Nys. Beschouw het als de vierde week van de Ronde van Frankrijk, dames en heren. Een derde rustdag en dan een vlakke etappe, die van vandaag. En dan straks nog voor sommigen een tijdrit, maar ook nog eens een halve bergrit. Nee, dit is het Belgisch kampioenschap en we zitten op die smallere stukken, daar waar het straks in de... sterker, steviger mogen blazen. Je hebt het natuurlijk niet in de hand, maar dat had voor mij wel gemogen. Vandaar ook de mist van vanmorgen, toen de dames wat later zijn vertrokken. Inderdaad, heel weinig wind. En dat zorgt natuurlijk voor een iets wat rustigere aanloop. Al is het gemiddelde in het peloton vrij hoog geweest de afgelopen uren, maar er is minder stress, minder drukte om die positie vooraan in het peloton te moeten handhaven.
het draaien. Het is hier geen bergetappe in de Tour. Het is zelfs geen middengebergte etappe. Het is het Belgisch kampioenschap. Een verrassing is niet uitgesloten. Klopt, en dat is dan wel een goede keuze. Want dan zit je wel met heel veel renners straks in de finale die nog heel weinig krachten hebben verspeeld. En een rol van betekenis zouden kunnen spelen. Daar komt een Belgisch kampioen helemaal vooraan. Laurens Week. Wel mee in de aanval. Ja, twee mannetjes mee van Sauze Pauwels Bingol, Eli Iserbiet. Komt er de echte pure crossers net iets beter uit dat het BK nu betwist wordt? Maar de crossers hebben altijd wel een rol gespeeld in de kampioenschappen. We zijn september, hè? We zijn september. Ja, dat klopt. Het is moeilijker om in juli echt al een hoogvorm te gaan hebben. En dit is natuurlijk, we zijn een paar dagen voor de eerste cross die bij ons wordt verreden in Lokeren op zaterdag, die ook live wordt uitgezonden op tv. Dus jongens zijn in principe zo goed als klaar om aan het seizoen te beginnen. En dit is dan de laatste test richting dat seizoen. En terwijl we dat zeggen, krijg ik een briefje met daarop opgave Michael van Tournaut en Jim Arnauts. Ja, klopt. Vroeg in de wedstrijd. Hoog gemiddelde, maar in principe moet je vrij makkelijk in de buik van het peloton nu mee kunnen. Ook Bert de Bakker is al uit de wedstrijd gestapt. Die is tot twee keer toe ten val gekomen. En bij de tweede val zal hij gezegd hebben van, ja, nu is het genoeg geweest. Ze hebben het niet voor mij vandaag. Ja, samengevallen met Toonaerts, hebben we vernomen. Maar ik neem aan dat hij nog in de koers is. Ja, Toon zit nog in de wedstrijd. In de winter tegenkomen. Dat is die achterkant van de Tiegem. Schernaai. De mannen van Wanty hebben wel echt hun kopmannen mee nu. Hè. Bakelands en Meurissen, toch wel twee jongens. Doordat ze zaten te twijfelen net voor en achter de Tiegem. Maar die spurt was wel mooi. Twee dames die niet wilden afgeven en dan een millimeter spurt. De fotofinish kwam eraan te pas om uiteindelijk dan Kopecky als kampioene te zien over de finish komen. We zien de buis daar bijna helemaal achteraan aan het staartje. Er zijn er nog een stuk of drie die achter hem komen van Lotto Soudal. Maar achter de rug van de buis zie ik ook Tim Welles zitten. Welles geselecteerd voor het WK. Ik vraag me af hoe hij zich voelt. Ik neem aan dat hij goed genoeg is om zijn rol te vertolken op het WK. Maar hoe hij zich hier voelt op dit parcours in deze wedstrijd. Of hij zich kansen toemeet, toedicht. Ja, ik denk wel dat hij blij is dat hij deze wedstrijd ook nog wel kan afwerken, die afstand ook nog eens in de benen kan hebben in hele goede omstandigheden. Hè. Mooi weer, 240 kilometer, ja, die kan je wel gebruiken richting het wereldkampioenschap. Stijn Streubels nog eens boven gehaald. Weet je nog wie daar de hoofdrol vertolkt, wie Mira speelde? Geen idee. Willeke van Amarooy. En Ruben weet dat ook. En Jan de Kler met z'n tweetjes. Legendarische scène, toch Michel? Nee, was dat niet precies op gang moet brengen. Sven gaat er beter over kunnen getuigen. Wat denk je, Sven, kan zo'n Ilio Keijsen die rol spelen van wat ik nu zie op afstand? Ja, absoluut. Hè. De ervaren rot die ook wel weet als we met deze groep vrij lang voorop kunnen blijven, dan wordt daarachter toch wel wat renners opgesoupeerd die straks minder rol kunnen spelen in de finale. Dus ja, hij heeft er alle baat bij om deze renners zo lang mogelijk te kunnen laten samenwerken.
om dan uiteindelijk te gaan kijken wie achteraan van mijn kopmannen heeft nog frisse benen. Verstandige keuze van Ilio. Een spreekbuis daarvoor aan de animator. Hij die ervoor zorgt dat de mannen wat opgezweept blijven en dat ze met andere woorden strak blijven ronddraaien. De diegen doorgaans is dat in Vlaamse koersen de minste van allemaal. Maar opgelet, als hij aan het eind van het rijtje ligt, als hij vooraf gegaan wordt door een 12 of 13 hellingen, dan is het een ander paar mouwen. Ik heb er hier op de Tiegen, bijvoorbeeld in de E3 Haarlembeke, vaak zien stuk gaan. Ja, alles. Of er karremans hier van wegrijden. Ik denk bijvoorbeeld aan Schmiel, die hier van onder tot boven doortrok. Daar dat gat in dook, dan in de velderijen hier de wind pakte, maar ze pakten hem wel niet meer terug. Ja, alles hangt ervan af hoe vroeg je aan die inspanning begint. Vaak wordt er wel eens gewacht tot halfweg de Tiegen, maar dan is het net niet genoeg om verschil te maken. Maar na 230 kilometer, om dan... Waar kom je die tegen? Ik denk dat je dan in het kleine circuit moet gaan zoeken. Er zitten een paar enkelingen tussen. Af en toe denk je van God, XS Speed United Continental. Mark Godard, excuseer me, maar mij onbekend, Jeroen IJskes van EvoPro Racing. De broeder Stokman, die waren er vorig jaar wel bij. Van het team SKS Sauerland. Die komen uit Waregem. Die hebben vorig jaar ook een rolletje gespeeld in het kampioenschap Betwist in Gent. Hier, om even geografisch te situeren, zitten we op het randje, kantje van West- en Oost-Vlaanderen. Aankomst wel degelijk in West. En dat zal de volgende jaren ook nadrukkelijk het geval zijn. West-Vlaanderen is zot van de koers en wil dat demonstreren. Toch blijft het kampioenschap van België nog altijd een wedstrijd waar je een heel jaar lang plezier aan beleeft. Nou, trui. Altijd terugkomt in het verhaal van zo'n jaaroverzicht. En die trui van Tim Merlier, uiteindelijk heeft hij hem niet zo heel vaak kunnen dragen. Maar het heeft wel zijn carrière een extra boost gegeven. En zo zijn er een aantal jongens de afgelopen jaren toch de revue gepasseerd. Het trap je op naar een hoger niveau. Ja. Zeker ook de wedstrijden van de afgelopen weken in de gaten gaan houden die hier bij ons in eigen regio zijn afgewerkt om renners naar voren te schuiven. En dan kom je toch heel vaak uit, zoals ook José daar straks kwam te zeggen, bij de mannen van Roodhoofd. Alpes in Phoenix, een spectaculair en een hele mooie spurt gezien van Gianni Vermeers in de Antwerp-Port Classic. Ja, toen ik dat zag, heb ik onmiddellijk een krasje bij zijn naam gezet. Ja. Richting kampioenschap. Voorwaarde dat hij zich kan beheersen tot de echte finale begint. Ja, en je mag... Maar wat hij daar gedaan heeft, dat kan hij zich hier natuurlijk niet permitteren. Nee, dat klopt. Maar is een verstandige renner. Zit in een team die echt in een goede flow zit. En als je dan in de finale je snelle benen kan uitspelen in de schaduw van Tim Merlier. Ik heb hem daar wel op een filmpje, dat in beperkte kring verspreid is, zien vlassen op zo'n stukje Onverhard, waar zijn vader wat afgezonderd aan de kant stond. En die deed teken, alsjeblieft wat minder, met zijn vinger naar zijn vorm. Waar ben je nu mee bezig? Ja goed, maar als je daar als vader staat... Nou, verstandig. Ga je, ga je altijd wel wat proberen van de risico's aan te geven. Het is vooral een temperamentvolle jongen, hè? Ja, 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 het is iemand die altijd wil koersen en die vooral ook de koers ook wel aanvoelt en weet wanneer hij moet mee zijn. En denk ik, zoals ik hem de afgelopen jaren zie rijden, beter tot zijn recht komt op de weg dan in de cross. Ik wil het jou net vragen. Ja.
Is hij een betere wegrenner dan een crosser? Ik heb hem ook in Gent-Wevelgem spectaculaire dingen zien doen. In de slipstream van Mathieu van der Poel. Hij teert echt. Misschien hebben jullie het ook gezien, ik weet het niet. Maar Frederik Frison aan de kant staan, uit koers. Die heeft een deel van het werk gedaan en nu niet meer in de wedstrijd. Dus het gaat er ook van afhangen hoe snel ze ze gaan opsoeperen, Michel. Ja, dat is interessante informatie. Een toerman, hè. En die is in de weer geweest, niet alleen in het front, om het apporteren, het brengen op de juiste plaatsen van Human, maar ook achteraan, over al die bergen, om Human überhaupt over de streep te krijgen. Is ook verbaal in de weer geweest. Dat is dat ene onvergetelijke beeld waar ze Human al kloppend op de rug van, kom, goed gedaan, hier zijn we weer, daar zijn we weer vanaf. Ja, dat is een reddingsoperatie dag na dag. Goed in! Goed! Het is niet zo dat je een rebounce effect krijgt. Je wordt niet teruggeworpen naar de steenweg. Het is nog geen airbag. Dat nog net niet. Nee, dat niet. Nee. Maar het is wel verstandig en het is wel heel goed gezien, want natuurlijk als je daar een seingever zet, dan komt die man uiteraard ook met hele grote risico's in contact. De indruk, ik had zo'n reflex van, dat is het. Ja, innovatie, ook voor de veiligheid van de renners. Goed dat men daar blijft aan denken, dat hebben we de afgelopen maanden wel een paar keer gezien. Ook de voorzitter van de bond, van de wielerbond, Belgian Cycling, Tom van Damme, is in de weer geweest. Heeft Boplan bezocht in Gullegem, is de hoofdzetel. En heeft een afspraak gemaakt van, oké, dit zou ik graag op een breder terrein zien staan in onze wielerwedstrijd. De Gent houdt het voor bekeken. En gaat het opsoeperen toch iets sneller dan ik dacht? Toch wel een belangrijke schakel. Waarschijnlijk ook wel aangegeven van, ik heb hier nog niet de benen die ik verwacht. Nee, dus u ziet het, de Tourweg door, Frisonweg, de Gentweg. Er zijn nog altijd... Nog eentje van de tussenuit geleiden en ik zag dat Nicolas Maas even naar voren kwam om een signaaltje te geven. Probeer je krachten toch wel wat te verdelen. Doe het desnoods met een stapje trager, maar anderzijds staat er nog altijd 3.20. Ja, ik denk de enige andere twee ploegen die hun verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen is Sport Vlaanderen-Baloise en vooral Alpecin-Phoenix met toch wel de grote favoriet, Tim Merlier. Hij zit daar helemaal... Dat is Teuns. Ja. Daar gaat Teuns. Die uit de Tour komt, Ruben. Ja, het is inderdaad Teuns. Nog gehavend, zoals jullie al zeiden. En dat is nog te zien aan de linkerarm. Die is nog ingepakt op de flanken van de Tiegenberg. Van beneden, nog voor de bocht. Dan heb je dat lange rechte stuk. En het is Van der Zande die uiteraard, wat je verwacht, voor Lotto Soudal tracht de bakens te verzetten. En er een paar nu mee in zijn zog sleurt. Met Rob Beet onder meer voor Bingo Wallonie-Bruxelles met zijn vierde ernaartoe. Maar er is nog meer volk op komst met Bakelands die mee naar het wiel gaat. De Bond is ook goed mee. Ik denk dat ze zo meteen allemaal in elkaar spelen. Maar belangrijk, wat gaat dat geven voor de samenwerking? De bedoeling van Teuns is schiften. Hè? De betere pionnen meekrijgen. Een groepje van om en bij de 20 man, dat is een crowd. Hij wil naar een company toe. Een pakketje van een stuk of acht. Hier draaien dan beter rond. We zien Keizer achteraan aanpikken hier met de Iserbiet. Die we bij Lotto naar achteren zagen schuiven, nogal fors. Dat kan mogelijk Remy Merts geweest zijn, want die is het slachtoffer geworden van een lekke band. Hier
hier achteraan staat de deur ook open. Kijk maar. En of. Er worden hier renners gelost. Dat wordt plots met de klap een stevig pakket dat eruit moet. Ook de plus wordt eruit gereden, maar dat is de logica zelf, want die hervat hier. Na maanden problemen met de heup. Dat is toch wel een momentje waar je echt ziet dat het peloton probeert van seconden dicht te fietsen. Kijk, er zit hier behoorlijk wat snelheid in. Gilbert goed mee vooraan, communicerend en sturend. We zien Jasper Stuyven ook het kopje opsteken. Vraag ik me af, zou hij dat parcours van het wereldkampioenschap in Leuven al eens bekeken hebben? Heb jij het al eens gedaan? Wel, ik heb gisteren toevallig, doordat ik wat extra informatie had gekregen, een paar lussen gaan doen in de buurt van Overijse. Ik heb daar nog een kasseiklimmetje ontdekt in ijzer, dat ik zelf nog nooit had gedaan. En dat is toch wel redelijk straf, want ik fiets daar al bijna 20 jaar rond. En ik moet zeggen, de opeenvolging van lichte helling gaat het toch wel zwaar maken. Is dat een jonge Vermeers die het tempo bepaalt? Ja. Florian. Maar dit is echt met een grimas dat je dat niet lang gaat kunnen volhouden. Heel jong kereltje die een heel knappe Belgisch kampioenschap tijdrijden neerzetten. Dit is echt met de intentie van we gaan er nu een serieuze hap van afdoen. Kijk, werd, ook Gilbert. Werd vijfde op 1,58 van Van Aert. Dan zullen we zeggen het was een heleboel. Maar toch liet gewoon volk achter hem. En eindigde onmiddellijk na de Gent. En ze vliegen ze hier van achter voorbij. Hè. Is dat ook Van Kersbulk hier die de rol moet lossen? Maarten Wijnands die moest afhaken. Hier zien we inderdaad met nummer 42 Van Kersbulk. Twee mannen van Lotto Soudal. Oei. Dat is Sander Armee daarbij. Het gaat plots met een vliegende vitesse. Dat stelt dan al snelheid. We zien ook Laurens de Vreeze afhaken. Dat zijn toch allemaal mannen. En daar ligt er eentje tegen de grond. Ook Stijn van den Breed Berg. Uit. Een val van een jongen van Sport Vlaanderen. Met iemand van Arkea. Die ligt daar vrij gevaarlijk bij het uitdraaien van de Tiegem. Dat is nog niet achter. Handje gaan toe te steken. Daar gaat hij onderuit. Knotst met zijn helm tegen het asfalt aan. En dan op de rug. Vooral een angstreflex. Ik denk dat het nog enigszins gaat meevallen. Maar het is niet prettig voor Gilles de Wilde. Bovenop de Tiegen. Mensen doen langs de kant teken. Dan niet te geweldig. Een ploegmaat die er al uitgewalst is. Ik denk dat er straks nogal wat zullen zijn.
3 ronden van 18 kilometer en 800 meter elk. Bakerans heel even naar de kop. We gaan naar Ruben. Ja, af en toe als het dan even weer stilte is, dan kijken wij links en rechts en letten we ook eens op de mensen aan de kant. Houden ze zich aan de regels? Dat lukt wel. En ja, je kan ze niet allemaal aan de ketting leggen natuurlijk. Er zijn mensen naar buiten gekomen, dat is duidelijk. Maar ze houden zich wel vrij goed aan de regels. En af en toe merk je dan iemand op en die verwacht je niet onmiddellijk. 150 meter voor de streep staat er een man uit het voetbal. En die is niet... Snappen, een tweede groep zich gaat formeren. Er gaat geen achtervolging meer zijn van een volledige... Tenzij nu, er komt nog een pakketje terug. Mannen die misschien over een blokje van een goede 10 kilometer weer kunnen ingezet worden. Het is Gilbert die nu wat probeert op te trekken. Teuns die meegaat als enkeling. Teuns uit Limburg. Uit Halen. Gilbert, daar al. Toch alweer dat gevoel van we zitten hier wat op slot. Loopt weer wat op. We zitten bij Naassen. En als Naassen ergens op de foto staat, dan praat hij. Dan babbelt hij met Dimitri Klaes. Kampioen in de rondse in 2007, in 2010 in Leuven. Na een zeer zware wedstrijd bij verschrikkelijk heet weer. En dan nog eens in La Roche. In de najaar van zijn carrière in 2013. Zij zijn weer boven. Nogmaals, er zitten ook twee mannen van Lotto. En die hebben nog niet te veel uitgericht, hè? Nee. Hou er rekening mee, hè? Wat doet Izerbit hier? Of is dat Izerbit niet? Jawel. Wat scheelt er even een leegloper? Of zit ze er dan op? Vreemd moment. Was boven op de klim nog mee. Meestal in de achterste gelederen. Dus zowat aan het rekkertje. Misschien is het dat. Heel simpel. Is dit aan moe? Ruben? De veldritten van 1 uur, dat dit net iets te veel is voor hem. Hij zat daarnet al bij, dat stuk vals plat omhoog bij het buitenrijden van Vichten. Hij zat al op een gaatje, heeft dat er nog wel kunnen dichten. En toen al had ik de indruk, is het nu al op bij Eli Izerbit? Ja, het is dus op en het is warm geweest. Niet vergeten, en we vergeten dat te snel, maar het is wel degelijk zo. Er is hard gekoerst. De eerste twee wedstrijduren, 45 kilometer per uur. Dat was toch over een terrein vanuit Halle. Iedereen kent die wegen wel, Pajottenland en Muur van Gerardsbergen. Ja, makkelijk is dat niet om dan een gemiddelde van 45 te halen. Dus dat hebben ze ook meegemaakt. Met de Gilbert aan het wiel. Lijkt de fors door, maar hier nog altijd wiel aan wiel. Maar je ziet wel dat de beteren, de mannen die gerodeerd zijn in de Tour, zich stilaan naar voren oriënteren. En niet zinnig zijn om daar nog weg te gaan. Ruben. De bond inderdaad goed vooraan in die groep. Even ons licht opgestoken bij Steven de Neef, ploegleider bij Circus Wanty.
welke tactiek hanteren zij? Ze hebben een snelle man met Alfdan de Dekker mee. Ook hij verwacht dat er van hieruit nog een groep gaat wegrijden. En zowel Bakelands als Merisse voelen zich allebei nog zeer goed. En het is er een beetje aan te merken, want Jan Bakelands is wat mij betreft de laatste 10, 15 kilometer de grote motor hier vooraan. Veel kopbeurten, laat zich nooit meer helemaal achteraan uitzakken. Jan heeft vele wedstrijden in Italië gereden, de lastige wedstrijden in Italië. Dus niet de Tour gereden, dat wel. Maar zeker zich op zijn manier klaargestoomd voor dit Belgisch kampioenschap. En Jan is een gezagsfiguur, hè? Hij rijdt er ook al een hele lange periode tussen. Ex-gele truidrager in de Ronde van Frankrijk, wie kan dat zeggen hier op... Het was vier minuten, nog vier keer zeker. Oh, ja. Denkt de Kouwer nu, win maar eens een koers, hè? Ja, ja, ja. Nieuw van Zevenal. Opnieuw, Mauri van Zevenal. Met Teuns. Ja, die heeft ook een uitslag nodig, als je het mij vraagt. Van Marke, stoer aan het wiel. Stuiven wat verderop, Vermeers. Maakt indruk. Van Bilze. Uit Alken. Vorig jaar winnaar van Dwars door het Hageland. En op een imponerende manier. En die gaat nog goed mee de berg op. Teuns met een inspanning. Kijk. Dat ligt hem, hè. Dat ligt hem, hè. Als het niet al te stijl is. Maar ja, het mag ook op de planche de Bellevue. Dan mag het hier ook wel zeker. Philipsen vanuit het zadel. Kijk. Is het toch wel aan het martelen. Maar die kijkt dan om. En dan moet hij het gat laten. Of breed uitswinken. En dan zie je ook dat Van Bilze wat terugzakt. Hier zitten we met Deven. Hè. Een paar mannen die hopen dat ze hier nog net overheen geraken. Om misschien nog wat gaan uitrichten straks. Maar het is allemaal niet evident. Het is nagenoeg op bij veel van die mannen. Het is Seijer. Guillaume Seijer. Van Tartaletto. Vooral ook een heel belangrijk mannetje hier in deze groep is Dries de Bond. Met absolute zekerheid. Nogmaals, die heeft een killersinstinct opgebouwd de voorbije twee jaar. Ja, 37 kilometer, minder dan anderhalf minuut. Nieuwe aanval hier. Met nu Naassen van de partij. Die Belgisch kampioen werd in Antwerpen met, wat was het, een banddikte of twee. Stijn Steels ook mee. Voor Van Marken. En Keukenleren. Voor Education First. En Capiot zit er ook. Ik denk dat Merlier daar ook bij zit. Kijk. Daar zit Merlier helemaal op het hoekje. Het is Van Avermaat die daar naartoe wil. Van Avermaat gaat nu breed open. Tim de Klerk neemt niet van hem over. Dus gaat Teuns weer. Stuiven vindt het goed zo. Tevenijs op het wiel van Stuiven. Tim de Klerk vrijwel altijd in de frontlinie naar wielen toespringen. Niet overnemen. Dat is Van der Bergen die daar misbaar maakt. Waarom? Het is Tevenijs die mee inglijdt hier. Ja, je kan er echt nu de vinger niet op leggen wanneer die ontsnapping tot stand gaat komen hier in de achtervolging. Het is op een bepaald moment gaat er iemand zeggen, zoek het maar uit. Eén hellinkje meer op de omloop en dan zouden we het weten, denk ik. Ja, klopt. Er is iets te veel ruimte tussen de twee beklimmingen en dan het werk dat daartussen moet gebeuren. Nog twee ronden. 1:21. Maar als je die aangezichten van die renners ziet, dan krijg je inderdaad wel echt een beeld van hoe hard er al gekoerst is.
Er zit al sleet op de carrosserie bij heel veel renners. Een paar crashes. Of zitten we dwars doorheen met de corrosie? Deven heeft wat lonken. Dan toch maar zelf het initiatief nemen. Formidabele tour gereden. In dienst van Alaphilippe, dat vooral. Hier Vermeers, fluitend, als je het mij vraagt. Beetje kijken naar elkaar. En hoe je het ook draait of keert, als je nu die renners die uit de Tour zijn gekomen, hier vandaag opnieuw aan de bak ziet voor een etappe van 200. Er zijn er een paar tussen uitgevallen, maar de anderen doen het in blok goed. Ja, dan niet. Dan heb je toch alle respect voor de inspanningen die een wielrenner voor zijn rekening neemt. Stuiven, hopend dat er iemand komt. Ja, daar is het. Het is echt uitlokken, hè. Allee, kom, uit je tent. Dat doen ze dan. Van Mark. Zo moet het dus ontstaan. Hè. Als er een paar mannetjes op een bepaald moment de benen stilhouden. We hebben hier onze juiste man mee. Voor de enkelingen is het geen sinecure. Hè. Je moet maar eens Van Avermaat heten. Hè. Dan moet je zo stilaan op alles gaan reageren om mee te wippen. Hè. Om erbij te zijn als de lambrand. Ruben, is mee. Ja, en dat lijkt mij dan onmogelijk om dat allemaal te gaan doen natuurlijk. En dat kost zoveel krachten. En hier vooraan kan je toch niet van de indruk ontdoen dat er een aantal mannen bij zijn die echt wel denken deze vlucht heeft kans. We hebben een ideaal scenario gekozen vandaag. Grote groep, niet te veel krachten verspillen. Ondertussen allemaal wel in het krachtenarsenaal aan het tasten natuurlijk. Maar anderhalve ronde nog. De finish bij wijze van spreken ligt binnen handbereik. Het is uiteraard niet zo groot meer het verschil. Maar hier kan nog een versnelling komen. Hier zijn mannen die echt nog wel een versnelling in huis hebben. Ik ben echt razend benieuwd of er van achteruit nog volk makkelijk gaat kunnen terugkomen. Stuiven kan natuurlijk ook op een dienblaadje naar die kopgroep geleid worden. In principe kan hij altijd zeggen, ik heb Teuns mee vooraan, die toch wel een van de rappe mannen is. Ja, klopt, ja. Ruben? Aanval vooraan. Xandro Marussen is er mee vandoor. Robeet naar het wiel. Serri naar het wiel. De Bond mee. De rest ook allemaal nog in het rijtje. Maar dit zat er dus echt wel aan te komen dat de vlucht vooraan gaat verbrokkelen. Keijsen helemaal aan het rekkertje achteraan. Alf dan de Dekker laat mij geen geweldige indruk, want die blijft vooral in de wielen. Gaat ook nu weer mee in de wielen. Zweek is nog mee. Voorlopig een groep nog op zijn geheel, maar je kan er bijna gif op innemen dat op Schernaai zo meteen, of de Tegenberg, of misschien zelfs vroeger, dat men ermee vandoor is. De Bond nu weer. Bewonder de stroomlijn bij de keukenleden. Scherp als een mes. Van den Berg ook nog mee voorin. Met zijn grote gestalte. Het is en blijft kwispelen, maar daar blijft ook wel wat van afgeknepen. Ja, nu wel. Ten opzichte van de vorige ronde zie je nu duidelijk dat het verschil altijd maar kleiner wordt. Even windstilte. Wat een vreemd verloop. Ja. Het aanvalswerk, nou nog altijd beperkt vooraan, heeft toch ook wel wat voor commotie gezorgd. Cohesie is wat weg. Probeert er nu weer wat de lijn in te leggen. Nogmaals, het is een grote groep. Niet iedereen is te vertrouwen. Er zijn er een paar die de voorbije pakweg 20 kilometer het volle pond gegeven hebben om alles in stand te houden. Er zijn ook mannen bij die heel graag, terwijl er daar eentje van de mannen van Koning Quickstep onderdoor muist. En Ruben, heb jij de zicht op? Dat is Ilio Keijsen. Die gaat er links op deze oplopende strook vandoor. En die gaat voorlopig alleen. En dat is meteen een gat van een meter of 50. En bij Alpecin Phoenix ruikt men het gevaar. Dries de Bont is het, denk ik, die het gat probeert dicht te rijden. Bingo, Wallonie Goussel in de reactie. Wallai schuift mee. Het spel zit hier compleet op de wagen. Dit moet scheuren. Dit kan niet. Hier is geen cohesie meer. We gaan eens kijken wat dat oplevert. Keijsen heeft dus zijn countermaatje op het wiel zitten. En op deze manier, in die dalende lijn, komen ze wel allemaal terug. Dus we hebben Keijsen gehad. We hebben daarnet Xandro Marussen gehad. We voelen natuurlijk ook wat meer hete adem. Al hebben ze nu weer wat extra voorsprong bij elkaar geknokt.
En toen, jongens? Werd het stil. Dan moet het vanuit een klein hoekje komen. Hier. Van Bilze weer. Tja, van Otto Soudal. Dat is Tim Welles. Dat is de favoriet. Van Sven Hens toch, Tim Erlier en van velen. Je kan dat afmeten aan de aandacht aan de interviews in de krant. Ik zou heel graag nog eens een keertje een jaartje langer slapen in die trui. Er begint wat frustratie te komen hier in de kopgroep. De groten hebben het ook al een paar keer geprobeerd. Achteraan dan. Wallace heeft al een paar keer met de armen gezwierd. Wallace die wel in dit soort type van wedstrijden een neus heeft voor het momentum. Maar heeft hij wel voldoende explosief vermogen om ervan weg te kletsen? En Maas opnieuw. Hij heeft al veel opgeknapt. Vooral iedere keer weer impulsen gegeven om er wat drift in te krijgen. We gaan naar Ruben. Ja, het was weer Ido Keijsen, tweede poging van Keijsen. Daardoor alles op dat lint en een klein breukje zelfs. Ze rijden er wel weer naartoe. Van Hooijdonk is nu de man die het laatste gaatje dichtrijdt. Maar we zijn zo goed als aan de voet van Schernaai. Ik druk mij misschien een klein beetje. Ik heb misschien net iets te veel woorden voor die Schernaai. Ik weet dat het op zich twee keer niks is. Anderhalve kilometer aan 2,6%. Maar toch, Bakelands gaat nu. Rob Beet aan dat wiel. Hij wil er een lange inspanning van maken, denk ik, Jan Bakelands. Hij gaat zo meteen rechts opdraaien en vanaf dan loopt het op. En dan is Alf dan de Dekker de man die de rijer helemaal achteraan sluit. Met Neurissen, met Van Hooijdonk. Bakelands kijkt eens om. Lopend nog op de pedalen. Probeert hier een schifting door te voeren. Dat lukt voorlopig niet. Jantje met de smalle schouders. Maar ze volgen goed. Ik vraag me af wat Van Hooijdonk nog in petto heeft. Hij heeft nog niet te veel extra inspanningen geleverd. Zou dit zijn dag kunnen worden? Vraag ik me dan af. De dag van de stap vooruit. Daar vooraan zitten er nog een aantal die echt denken dat het hun dag kan worden. Zeker weten. Dat jij ongetwijfeld op te zetten in dagen volgend seizoen. Maar waarom wachten als het nu al kan? In een stervend gezelschap als dat van CCC. Kilometer nog. Wat er nog van overblijft van het pak. Nog een stuk of 25 ijverige jongens en mannen die al blij zijn dat ze mee zijn. Wallace ziet er nog behoorlijk goed uit. Ja. Het is ook een tijdje geleden dat ik hem nog zo prominent vooraan in beeld krijg. Teun strekt de neus schijnbaar wat op, maar dat kan bedriegen. Tosh van der Zanden. Ja. Rappe man. De bond idem dito. Vooral Link. Klaarstomen via wedstrijden als de Heistse Pijl, Antwerp, Port Epic, de Gooikse Pijl, noem maar op. Zo zijn er nog wel uiteraard in deze kopgroep. Maar het getuigt wel van motivatie. Die denkt, ik wil hier iedereen even lik op stuk geven en bewijzen dat ik mijn plaats in de World Tour ploeg hier absoluut wel waard ben. Hoewel ik geen nieuw contract krijg. Men is druk doende in de ploeg van Lotto Soudal met de verjonging. Internationale verjonging, niet alleen van bij ons. Maar ook vanuit Italië, van elders. Goeie, ze staan dat stellen. De tendron is in zijn geboren. Kunnen toch. Die hebben nu een contract gekregen en dan doet dat vertwijfelen van is er voor mij nog wel een plek of gaan we naar een totale vernieuwing. Aan een goede 100 kilometer. Ah, van Mark
kijken nog eens, maar dan onmiddellijk gezien dat er een eentje aan zijn wiel zit. En dan in twee fases toch maar besluiten, nou, dat zijn er twee. Dan de Wulf als een sterke beer, die gaat wel nog een poosje doorrammen. Dan zie ik Plankaart een poging doen om aan te sluiten. Met de Capiot, meen ik, die ook op Vinkentouw zit. 1.49, 1.48. Ik begin meer en meer te denken dat de winnaar in de kopgroep zit. Ah ja. We hebben al vaak aan de waggel gezeten, hè. Een keertje. Van Gestel. Een van de vele jongeren die de kans gekregen hebben om een contract te versieren in Frankrijk. Dat is ook nu weer het geval. Een golfbeweging naar Franse gelederen. Maar dat gaat niet veel uithalen. Het is alsof er een vorm van loomheid in dit pakket geslopen is. Ja, ze hebben echt wel bijna twee ronden lang geprobeerd om hier een achtervolgende groep op te zetten. En uiteindelijk is die altijd gecounterd door de kopmannen zelf. Hier en daar was er dan toch altijd net eentje niet mee. Reed dan het gat dicht. En op die manier zijn we bijna binnen de laatste 25 kilometer. De mannen vanuit de Tour ook wat minder nadrukkelijk aanwezig nu hier. Zitten daar nog wel vooraan. Dus Van Marken die het leeuwenaandeel van het initiatief genomen heeft. Het voorbije kwartier. Beetje stuiven, ook dat wel. En wat doet Gilbert nog? Van Kestel, het type van de hardrijder. Doet dat goed. Achteraan wordt gewoon getwijfeld, gewacht. Geen enkele ploeg die het initiatief gaat nemen. En bij Alpes in Phoenix trekken ze volgens mij echt nu de kaart Dries de Bont. Met daar nog Otto Vergaarde in steun. Wallace van de Zanden. Ik denk dat het zo stil aan zoeken wordt of aftasten. Wie heeft daar nog de grootste punch? Van Kestel doet er wat van af. Wil nog wat abri zoeken. Beschutting hier bij de motor. Maar die maakt dat die weg is. Als we ervan uitgaan dat de mannen die de Tour gereden hebben aan het eind van het verhaal de hardheid hebben, dan komen we uit bij Teuns. Klopt helemaal. Ruben? We zijn net voor het binnendraaien van Tiegen met de linksopdraai naar de Tiegenberg nog eens even langs die kopgroep gereden om die aangezichten even te monsteren. En ik kan niet zeggen dat er iemand echt zwaar met de tanden om elkaar aan het rijden is, maar je hebt wel van de meeste jongens de indruk dat ze de inspanning onder controle hebben, maar dat het niet veel sneller meer moet gaan. Dat die kilometers stilaan beginnen te tellen. Dat er een soort van algemene vermoeidheid is dat men dit tempo nog wel aan kan, maar als er straks even geschud wordt, als er echt nog iemand met een versnelling komt, dat het toch wel vrij snel duidelijk gaat worden wat de waarde- en krachtverhoudingen hier zijn. Op de flanken van de Tiegenberg, waar we nu aan begonnen zijn, waar de mensen links en rechts een beetje staan, toch bij deze brasserie. En nu dunt dat weer uit. Benieuwd of er hier iets komt, Michel. 1.51 van Gestel op 1.28 bewijst eigenlijk dat het nog wel doenbaar is als je dat met verenigde krachten kunt. Met een man of 6-7 de betere, maar ik zie er daar nog eentje komen. Hier zitten we andermaal bij Van Bilzen. Die zich wellicht een hoedje schrikt dat er niemand afkomt. Dus enkelingen. Dat is een veegteken, Sven. Een veegteken, Ruben. Ja, het is vooraan weer Bakelands die er hard aan snokt vooraan. Met Wallace in dat wiel. Dit is een inspanning
die hij van voor de bocht heeft ingezet. En dan kijken we achteraan naar de dekker die het moeilijk heeft om aan te klampen. Er valt een gaatje in, zevende, achtste positie. Bakeland trekt nog even door. Robeet komt op een gaatje te zitten. Meurisse moet daar naartoe. Seri moet daar ook naartoe. En die gaan er dan voor zorgen dat Robeet toch weer komt aansluiten. De dekker eraf. Ook Zweek krijgt het moeilijk. We zien dat ook Keijsen het moeilijk krijgt. We zijn er eentje kwijt en hier hangen er nog drie. Dat is dus Zweek met Keijsen op een meter of 15. De Tiegenberg zorgt voor een klein beetje verbrokkeling. Alftan de Dekker, een sprinterstype. Laten we zeggen, het groot deel van deze ontsnappingspoging de wielen geviseerd en gelijk heeft hij. Iedereen zal een trap hier zijn. Er. Ja, dat is wel lekker. Vergaarde, als die tenminste nog daar de juiste papieren voor heeft, want de uitdunning is nabij. Ze komen nog wel terug hoor, maar dat blijft er dan nog over bij een laatste keer de Tiegen. Ja, want zo snel gaat het nu. Hè. We hebben nog twee beklimmingen te gaan. Let ook op Seri. Kan zo'n klim wel aan. Je moet natuurlijk explosief zijn om er van weg te knallen, maar het is een bijter. Kan eventueel het wiel proberen te houden. Je krijgt echt inderdaad de indruk dat hier achteraan in het peloton de handdoek wordt gegooid. Ja, kijk hoe makkelijk deze jongens nu de voorsprong krijgen. Wel, die 20 dus weggereden na een goede 100 kilometer. Ze hebben een voorsprong uitgebouwd van een goede 5 minuten. De mannen van Lotto Soudal gingen dan een treintje opzetten met de Gent en zijn kompanen. Dat treintje dat liep een tijdje, laten we zeggen, een goede 30 kilometer uitstekend. Maar toen kwam de klat erin. En is dat Philipsen nu weer in zijn dode eentje? Ja, dat kan niet anders. Hij krijgt geen navolging. Hoe zit dat bij de Koenig Quickstep? Zijn ze dan zo gerust in de manschappen vooraan? Ik denk het wel. Ik denk inderdaad dat hier achteraan dan Lampaard toch ook moet gezegd hebben. Het is nog niet wat het moet zijn. Deveneens. Het schijnt mij dat hij met de pedalen speelt. En dan de verkrampte aangezichten wat verderop. Een verbetenheid op het aangezicht bij Gilbert. De vrezen nu wel mee over de top. Zat dus bij een vorige passage wat ver. Het probleem is natuurlijk bij de Koenig Quickstep heeft Ilio. Kijk van Dulzen. Ja, dat is. Dat is een goed onderbos. Hier rijden, hè? Hier. Hier, hier, hier. Hier. Volgens mij is mijn arm nog in de berg. Ja, ik kan hem zien. Ah, ja. Hij is natuurlijk een sterke renner, maar om dan af te maken in de finale, dat is een ander verhaal. Dan moet hij een bergje nodig hebben, hè? Want zo vaak maakt hij het niet af. Maar ik herinner mij die ene etappe in de Ronde van Spanje waar hij het wel afmaakte, tegen Lutsenko nota bene, maar dat was op een klim natuurlijk. Ik had daarnet ook de indruk als Baklands doortrok dat Meurissen geen overschot had. Nog eens een keertje zegt Ilio Keijsen. Het is dan toch typisch de hardheid van Ilio Keijsen. Wat een strijdershart. Tweeëntwintig en een halve kilometer nog.
Van Bilze is bij Van Gestel gekomen. We zitten nu op 1.22 van de kopgroep. Ja, het heeft alles te maken met ingesteldheid daarachteraan in dat peloton. Want die twee jongens komen uiteindelijk fiets terug 20 seconden dicht in de laatste 10 kilometer. Hebben ze nu, het is natuurlijk weer praat achteraf, maar een oordeel wordt van ons verwacht, bij Lotto Soudal met te veel en te rap te veel mensen samen het gat willen dichten? Te rap is misschien wel het juiste woord. Als je zag hoe Vermeers doortrok op de Tiegem, daar hebben ze veel renners opgesoupeerd. Iets meer en rustiger de tijd genomen had kunnen helpen. Het zijn nu van die versnellingen, laten we het semi-aanvallen noemen, die ervoor zorgen dat het tempo hier hoog blijft. En Teuns die vindt dat wel goed zo. Ruben? Ja, en van die versnellingen, Michel, die echt wel pijn doen hoor. Want je ziet ze dan vooraan naar het zadel kruipen. Het gaat echt wel hard. Het was Dries de Bont die er vol tegenaan ging. Die kreeg onmiddellijk een van de jongens van Sport Vlaanderen mee, denk ik. Keijsen dan weer naar dat wiel. En dan moest er op beet komen. Dat ging allemaal niet zo makkelijk meer. Het is nu ja, een soort pokerspel. Ik kan het niet beter beschrijven. Er zijn mannen die er wel eens van gaan wegraken. En dat zijn dan misschien, zeker op deze vlakkere strook, misschien niet altijd meer de beste van de groep. Maar omdat de rest is blijft zitten en elkaar even bekijkt, zijn ze wel weg. Dus in dat spel zitten we nu. Nathan van Hooijdonk heeft met een forse prik voor een bresje gezorgd. Dat wordt dan door Teuns wel net voor de bocht gedicht. Dat lijkt me net op tijd. Van Bilze en Van Gestel worden nu plots op 1.45 gechronometreerd. Het peloton op 2.05. Met Wallijs. Wallijs die nu echt wel... Dat is met een groot mes. Ja, lag tegen die motor aan. Ja, die gaat koers maken. Serie mee. Ah, dat zijn leeftijdsgenoten. Tosh van de Zande die gaat proberen van in de luwte zijn snelle benen te sparen. Daar heb je Van Bilze en Van Gestel, maar dat is op 1.45. Peloton nog een goede 20 seconden verderop. Dreigen bressen te vallen. Wordt omgekeken. Serieën als een taaiheid. Tanden op één, lippen in kluis. Bakelands die de kloof terugdicht. En opnieuw een aanval. Er zit Van Staaien daar nog altijd tussen. Vraag ik mij af. Klein en dapper. Ja. De rechtse man hier. Daar is hij. Slijtage bij iedereen nu, hè. Dat kan een vreemde kampioen uit de doos wippen straks. We zijn opnieuw aan de laatste kilometer. Nog één keer het volledige traject afwerken. Twee beklimmingen. We zijn nu op minder dan 20 kilometer van het einde. In het zicht van de vaste camera. Het is een gezwiep van links naar rechts. Teuns die zich nog eens plat legt. Bakelands die er naartoe gaat. Dan de Bond. Dan de sierlijke Nathan van Hooijdonk. Jo Keijsen goed aan het wiel. En we gaan naar Ruben. En een paar jongens die op een gaatje zitten. Zweek is daarbij. Het is niet veel hoor. Het is maar 10 meter. Maar iemand moet het dan uiteindelijk wel dichtrijden met Meurisse. Met Wallijs. Met Serie helemaal achteraan. Gaat er uiteindelijk wel naartoe omdat het vooraan stilvalt. Maar je begint bij velen barstjes te zien in het schild. En dat is logisch. We zijn zeer ver in deze wedstrijd. Zeer diep. En je hebt daar net wel een aantal namen opgesomd. Maar voor sommigen is het al heel lang geleden. En anderen hebben het nog nooit meegemaakt. Zo'n wedstrijd afmaken, Michel. Wie gaat dat kunnen? Ja, er zijn er niet al te veel die zeggen van ik heb die ervaring wel, laat dat maar aan mij over. Ik ga die klus hier klaar. Hè. Ja, je kan zeggen wie is hier de snelste van deze groep. Dan kom je bij een Van Staaien uit, dan kom je inderdaad... Maar het zal er hier op aankomen Sven van en snel en sterk te zijn. Hè. Ja, bij Tosh van de Zande uit, maar ik vind dat die mannen ook echt inderdaad een serieuze grimas op het aangezicht hebben. Je ziet nog een vrij frisse Nathan van Hooijdonk. De Veilder. Grondgebied Anzeghem, dat is waar hij resideert. Ook nog altijd goed mee voorin. Houdt zich daar prima vooraan op. Van Staaien zet zich nu wat in de luwte. Hij rijdt hier vlak voor onze neus. Jan Bakelands rijdt daar vlak voor hem. Het nummer 108, dat is Dimitri Pijskes van Bingo. Waar niet Brussel.
Ludovic Robijt, die kun je uit diezelfde ploeg in het geel herkennen aan zijn lengte. En toch zegt Zweek, ga nog eens meedoen. Het zal lastig zijn, maar stel Zweek mee over de laatste keer de Tiegem. Ja, rap hè. Ja. Heel rap. Ja. Maar goed, de Tiegem, we hebben daar net ook al gezien. Dat is het breekpunt. Dat, ja, is, het, dat is, het... is normaal gezien is dat het breekpunt, maar voor als velen, na de Tiegem stilvalt. Voor velen, ja inderdaad, het klopt. Het kan nog alle kanten uit. Je kan hier niet zeggen, dit is de man die vandaag het kampioenschap van België gaat winnen. Kampioen in het veld, kampioen op de weg. Het zou zomaar kunnen. Murissen maakte daar wat misbaar. Als Bakeland straks op de Tiegem nog één keer zo fel doortrekt zoals hij daarnet heeft gedaan, ben ik benieuwd wie er nog, kan, nog mee kan. Ja, dan moet hij nog 5 kilometer verderop, hè? Ja. We zijn naar alle hoeken van ons commentaar ook geduwd. Dan is een keertje naar dan de dekker wordt ingelopen. Naar voordeel voor de mannen vooraan. Dan een hele lange tijd. Ja, ze rijden naartoe. Het gaat van 2 minuten naar 1,5 naar 1,15. Nu is het een kwestie van even door te prikken met een paar grote. En het is voor elkaar. En wat is nu uiteindelijk de opzet geweest van deze mannen, de Koning Quickstep? Snap ik niet echt. Nee, ik ook niet. De logica van. De kaart van Lerbergen trekken, nu nog. Dat is laat, hè. Maar als je dat doet, dan neem je het risico om nog andere, nog rappere mannen mee te pakken. En hier hebben we Seri. Wat gaat Seri nu doen? Van Hooijdonk, die te gast was bij Karel in Rivlevero. En de bedaardheid heeft in zijn manier van praten als die van zijn oom. Edwig. 2:13. Met de Klerk. Daar zie ik Van Gestel zitten, dus daar mag je een kruis over maken. Van Bilzen zit daar ook wat verderop. Ingelopen dus. Duidelijke situatie. We hebben de mannen vooraan. De groep die al een goede twee uur en een half dit beeld vult. En dit achtervolgende peloton. Hier wordt naar elkaar gekeken nu. Ze hebben nog de tijd, hè? Van achter gaat het niet meer komen. Bakelands nog eens. Keizer, zoals hij ettelijke keren de zesdaagse van Gent won. Ruben. Ja, inderdaad, Bakelands op dat licht oplopende stuk, dat vals platte. Benieuwd wie hij in de problemen kan brengen. Het is een moeilijke aanval natuurlijk op een brede baan. Was ook een klein beetje getelefoneerd, tot onmiddellijk 3-4 jongens in het wiel. En dan was het makkelijk voor de anderen natuurlijk om aan te sluiten. Maar zij beginnen echt wel te weten dat het voor de titel is. We zagen daarnet het gezichten waren er even naast gekomen van Michael van Staaien. Snelle jongen, we kennen hem nog uit zijn Tot voor Vlaanderen periode in Cofidis. Ja, die focus, diep in- en uitademen, proberen die hartslag onder controle te houden. Die jongen weet dat hij misschien een once in a lifetime opportunity krijgt om Belgisch kampioen te worden. Is snel in de sprint van dit groepje bij de snelsten. Ik zou zo graag in sommige jongens hun hoofd kruipen op dit moment. Jan Bakelands aan het commando, andermaal. Bakelands stond al eens een keertje op het podium van een BK. In 2013 in La Roche, waar De Volder won. De Volder eigenlijk vingers in de neus. En toch zei Jan Bakelands toen na afloop, ik had ook kunnen winnen vandaag, vergeet het nooit. Jelle Walais stond ook al eens op het podium. Overigens, Bakelands was toen derde in La Roche. Jelle Walais deed dat ook. Derde in 2011 in Hoogledegids. Jawel. Maar Gilbert wegknalde van Bonen. Walais heeft wat met solo's. Maar dan meestal van een langere adem. Nou, dan een hele poos alleen te zitten. Ja, maar je krijgt niet de indruk dat er hier iemand alleen kan van wegrijden. Nu bijvoorbeeld. Ja.
beetje onverwachts. Is dat de Bond? Ja, dat is Dries de Bond. En die doet dat met allure. Die rijdt gewoon de tweede los uit het wiel. En nu? Los uit het gezicht ook. Is dat hem dan? Was wel goed getimed. Keijse heeft en ervaring en dus ook een fantastische timing. Opgelet Dries dat hij op die manier je ultieme kans niet verschiet, maar hij doet dat nog altijd goed. Dus Seri aan hem om het over te pakken. Wordt de groep wel gesplitst, ja. Dat wel. En dan moet de Tiegem nog komen. En hij houdt vol op een groot mes. Voilà, is er naartoe. Seri ook. Het is Bakelands die de kloof terugdicht. Dat zijn toch wel de beteren, hoor. En dan onmiddellijk in de overname. En op die manier kraakt het in alle voegen. Dat is Jelle Wallace. En Seri ook mee. En dan de Bond. Ja, en dan Van Poeken. Die rijden er vier weg. Ruben. Ja, inderdaad. Die vier die hebben een mooi moment gekozen. Want er zaten er natuurlijk een tiental die net een inspanning gedaan hadden. Er was een breuk en... Ik zag de twee Circus Wanti-mannen naar elkaar spreken via het oortje. Marisse reed vooraan, Bakelands achteraan. Jij moet. Marisse kon op dat of wou op dat moment niet. Dus kwam Jan Bakelands helemaal van achteruit om dat gat dicht te rijden. En nu moet hij dat opnieuw gaan doen. Ik denk dat je in deze fase van de strijd... Het is trouwens Marisse die nu op kop rijdt. In deze fase van de strijd wel heel voorzichtig moet zijn met dit soort inspanningen in de tegenreactie, in de defensie. Ja, het zijn echte mannen van Wanti die nu de kloof moeten terug gaan dichten. Bakelands heeft inderdaad veel werk gedaan. Het is nu Murrissen zelf. Dus de Bond die ervoor gezorgd heeft dat er vooral de twee in zijn wiel de maat konden nemen van de rest. In kracht. Ja, je hebt hier nu de indruk dat Wallace de betere is van deze vier. Van Poeken netjes op het wiel. Het is wel een momentje. En Vergade die plakt daar op het wiel in de achtervolging. Als afstopper. Was Van der Zande gladjes mee. Net als Teuns. Niet te veel werk doen. Nee. Teuns, hyperverstandig. Ze rijden er terug naartoe. Dat is een inspanning die zwaar zal doorwegen op de Tiegem. Hier vooraan. Er is niet eens een vraag in de achtervolging om over te pakken. Hier vooraan doen ze dat wel. Ruben. Ja, en dan denk ik toch dat Murrissen op dit moment zijn kansen aan het opofferen is. Want zoals je zegt, dat is een forse inspanning. Wat gaat door? Ja, dit was wel Teuns. Echt een firme cartouche die hij heeft moeten verschieten. Teuns van achteruit, net voor het opdraaien, net voor het aansnijden van die bocht. Dan moet het er nu uitkomen. Het trekt zich inderdaad fors op. Was dat nu wel juist ingeschat, maar wil wellicht dat het tempo niet instort. Ja, dit is wel een moment dat iedereen echt, want Murrissen heeft echt serieus doorgetrokken. Aanval kiest. Wel, het is de kleinste van de twee en hij schiet er inderdaad van weg. Ruben. Voilà, is inderdaad. En dat is, zoals we hem kennen natuurlijk, niet super flitsend. Dat heeft hij niet in huis, maar wel heel erg krachtig en met een hoog tempo. En dan zijn er weer 3, 4, 5 die er naartoe rijden. En... Wie kan er hier eigenlijk van weg voor elkaar? Die lijken allemaal even goed of even slecht, of hoe je het ook wil uitdrukken. Van Hooydonk misschien. Het zijn altijd dezelfde namen. Maar dat wil, niet zeggen dat de namen die we nu constant zien, dat de winnaar gaat zijn. Niet overal op reageren, maar de boel wat uitgekookt bekijken. Kan en ook, dan gaan we op het ideale moment. Dit kan ook weer een goed moment zijn. Ze kijken naar elkaar. Iedereen even in het rood geweest. Kijk. Ja, Seri. Met een mini verzetje erop beter naartoe. Bij Seri zat er op de impuls al iets of minder dash. Minder explosiviteit uiteraard bij Seri. Onderbroken. Misschien wat slechter getimed.
nogmaals, er zijn al verschillende jasjes uitgegaan en toch is er nog eentje die denkt van ik heb nog een jekje, ik ga dat gebruiken. En de vraag is nu of Teuns dit wel moet doen met zijn rappe benen. Het zijn korte beurten, hè? Ja. De serie heeft een meter of 10. De bond heeft meer punch. Dat is duidelijk. Hij moet er wel bij komen. En het zal toch eens een keer stoppen, hè? Dat counter, dat succesvol inhalen. En nu? De kloof is nog niet groot. Van der Zanden, heel afwezig de jongste minuten. Wordt er naar elkaar gekeken, maar is er nog niet bij. Serie gaat niet stilvallen. Serie is gevallen. Is dat dan de beslissing? Daar gaat hij helemaal uit de bocht. Pats! En dan de bond er netjes omheen. En dan heeft hij het ruime sop. Het is een slecht moment. Ongelooflijk. Ik hoor in de achtergrond de bond te zwijgen, Moot. Ruben? Ja, die is er inderdaad vandoor. Serie nu richting de achterkant van het groepje. En dan heeft Keijsen on... Daar zou het moeten gebeuren. Of hij voldoende. In principe was de bond op de Tiegem al beter als Keijsen, maar met zijn ervaring, het is nog niet gedaan. Smeer het afwerkerstype. Je ziet ook aan de dij dat hij er meer punch op heeft. En dat hij nu toch een voorsprong heeft van een meter of 80. Zit hij volkomen weg. Wat jammer voor hem. Keijsen sterk. Maar die heeft al een paar keer alle kleuren van de regenboog gezien op de Tiegem zelf. Alles hangt af van dat moment. Gaan ze twijfelen? Gaan ze samenwerken hier achteraan? Nu hier die overname. Dat is nu wel een feit. Ik dacht dat wordt op het wiel plakken. Maar er wordt wat overgenomen. Een stuk vals plat dat akelig pijn doet, Ruben. Ja, maar die vijf hebben elkaar wel gevonden. De bond gaat het niet makkelijk krijgen, want die rijden nu wel weg van deze groep. Wallace wil dat graag nog voorkomen en dat komt natuurlijk omdat de Lotto Soudal-mannen zich hier hebben laten ringeloren. Ze zitten hier allebei, zowel Wallace als Van der Zanden. Ja, dat is natuurlijk niet echt verstandig dat ze daar niet mee zijn. De bond rijdt nu net iets verder weg van die vijf, maar die vijf rijden dan ook weer net iets verder weg van die andere groep. Interessant. Ja, er zit meer snelheid op de inspanning van de bond dan daarachteraan. Ja, daar wordt gelonkt, over de schouder gekeken en Rob beet nu naar de kop. Keijsen net van de kop af, ook eens naar achteren kijken en met zijn vijf eigenlijk geen meter dichterbij komen. Hier zien we in de achtergrond Otto Vergaarde, die zijn kopman rijdt helemaal vooraan. Lijkt op dit ogenblik op weg naar de titel. Komt nu helemaal los. Dries de bond, komt daar al wat kijken. Ik zie niet meteen een achtervolger. We pakken nu de bocht. Ja, dit is nu alles of niks voor de bond. Zijn kans om Belgisch kampioen te worden. En Vergaarde doet dat uitstekend. Die wil er nog wel naartoe, naar dat groepje daarachter. Maar anderzijds toch ook wel wat inhouden. Niet te geweldig, want stel je voor dat je die andere ook weer op het wiel brengt. Nog één keer over die Tiegem. De voorsprong wordt groter. Tweede in de druivenkoers, nog niet zo lang geleden. Dan moet je wel wat in je kuiten hebben. Zeg maar in alles. Alleen Seneschal was hem daar te snel af. Keijsen nog eens met een inspanning. Vlak voor de Tiegem. En hij in volle Tiegem, de laatste keer. Nog een dikke 7 kilometer. Kijk niet om. Heeft zo in de flank wat van Van Endert, maar het is wel degelijk Dries de Bond.
gaat dat nummer 2 Belgisch kampioen worden? Blijft het in de ploeg? Op de trappers lopen om nog wat druk te zetten, extra druk. Oh, pedalant en naar Ruben. Ja, ik denk dat de Bond een hele goede zaak aan het doen is op dit moment. Wallace brengt de andere terug. Bakelands nu wel met de reactie. Bakelands gaat ook zijn kaart spelen. Zijn troefkaart in de bocht op de Tiegenberg. En hij is voorlopig alleen. De rest kan niet mee. Robbeet moet uit dat wiel. En dan is het Bakelands die voorlopig alleen gaat. Kijkt om, ziet dat er reactie nog niet is. Nu weer wel. En het is van Seri, de man die gevallen is. De gevallene, zeg maar. Oh. Ze komen daardoor dichter bij de Bond. Maar de Bond is wel al bijna boven op de Tiegenberg, Michel. Ja, maar Seri, dat is toch wel sterk. Hè? Dan heeft hij toch wel een kans, letterlijk, laten liggen. Hè? Zit daar en terug. Bakelands wordt overroeld. Seri gaat daar vlot overheen. Klimt wat mij betreft sneller dan de Bond. Maar die is er al wel een seconde of 6-7 voorbij. Als het niet meer is. Ik denk zelfs iets meer. Van der Zanden mee. Hoopt nog altijd dat ze de Bond pakken. Om aan het wiel mee te klitten. En dan eventueel nog een slag te slaan. Podium telt natuurlijk ook. Twee keer de Dries de Bond van 3 jaar geleden. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het in het team. Ja. Ik verwijs naar de uitslag van, laten we zeggen, deze wedstrijd van vorig jaar. Alle in Gooigem, wie won die? Dries de Bond. Dries de Bond. Ja, dit is natuurlijk, je zag al wel in de afgelopen rondes dat hij met hele goede papieren aan het rondfietsen was. Maar om nu alleen maar hem als favoriet naar voren te schuiven, daar was zeker ook een Van Hooijdonk bij die goed was. Ja, je zat natuurlijk met een aantal van die mannen die konden getipt worden binnen de schoot van zijn. Zicht op de tricolore gedreven. Als een renpaard weg. Hop, sakkei, Guidon van onder. Nog 4,5 kilometer. Peloton op 2 minuten en 7, 2 minuten en 8. Daar moet heel veel uitleg gegeven worden in dat peloton. Essentieel is het versneld opsoeperen van de troepen van Lotto Soudal. Die jammer genoeg ook andermaal de boter zullen hebben gegeven. Er is geen verstandhouding hier achteraan. Nee, hier wordt gespeculeerd op een tweede plek. Ja. Nog eens een counter, maar dan weer onmiddellijk op het wiel. Dan gaat. Van Hooijdonk ook nog niet die allure van een Dries de Bond om keer op keer gaan te demareren. Daar waar hij x-aantal jaren geleden toch al meedeed met de betere 5 in Antwerpen. Toen Oliver Naassen kampioen van België werd. Dat was ook een prachtige finale.
19 seconden. Helemaal binnen nog niet, maar enfin, zo goed als. Kampioen van België bij de elite zonder contract in 2016 in Stabroek. Deze Dries de Bond. Ja, een renner die eigenlijk zijn tweede kans gegrepen heeft. Ik heb hem een paar jaar geleden nog. Kijk ze nog eens. Het vergaarde op het wiel. Wedstrijden van een lager niveau zien winnen. Een ronde van Vlaams-Brabant, als ik me niet vergis. Zoveel jaar geleden en ondertussen. En uiteindelijk komt hij heel goed tot zijn recht. Ook een tijdje in de ploeg gezeten van Nick Nuyens. Mocht toen in die ploeg van Nick Nuyens de ronde van België betwisten, de Baloise Belgium Tour, en in etappe naar Knokke gebruikte hij heel even het trottoir. Dat was toen, toen die regel verscherpt was en werd hij uit koers gezet. Kan ik mij nog voor een goede 100 meter trottoir, dan was jij mee commentator, hè? Ja. De geslagenheid toen in het hotel waar wij ook verbleven, die was bijzonder groot. Nu zijn we Driesje kwijt, zo werd het gezegd. Ja, hij was een van de eerste die toen uit wedstrijd werd gezet. Ondertussen zijn er al bij geweest die er langer op zaten op zo'n trottoir en dat is dan gepasseerd. Nog 2,5 kilometer. 18 seconden. Verliest een ticket. Recht blijven. Alles blijven inschatten. Dat doet hij goed. Ja, toch wel jammer dat we Seri op zo'n manier zijn kwijtgespeeld. Ja. Als je ziet hoe hij hier nog tekeer gaat. Met absolute zekerheid. Met absolute zekerheid. Dan hadden we minstens nog een tweestrijd gekregen. Winnen van de Bond zou moeilijk zijn, ja, denk ik. Ja, dat is moeilijk, ja. Maar de sprint lukt dat niet. Nee. Seri tegen de Bond. Maar misschien was het er al vanaf, hè? Het zou kunnen. In elk geval, het mogen een troost wezen, maar deze Seri heeft zo'n kampioenschap gereden dat we durven stellen van hij gaat zijn mannetje staan in de selectie voor het wereldkampioenschap. Hij gaat zijn streng trekken, zijn plicht doen. Kijk, zie maar. Daar zit echt nog wel wat op. Van Hooijdonk zit daar verscholen achter de rug van Vergaarde. Van Staaij gaat nog meedoen voor het podium. Van der Zanden ook. Nog een vet stuk bergop. Nou, vals plat. Maar na pakweg 235 kilometer gaat dat pijn doen. Dus Van Hooijdonk nog eens. Kijk naar dat mega verzet van de kleinste man in de kopgroep. En Van Staaij, Ruben. Ja, en naar dat geweldige verzet ook van Dries de Bond voorin. 50 kilometer per uur. Hij weet denk ik dat de titel binnen is. En wat een mooi verhaal, Michel. Deze man een paar jaar geleden nog in coma. Na een val in een wedstrijd in Frankrijk. Opgestaan uit de doden. Heeft daar een aantal weken in een ziekenhuis gelegen. Is dan zachtjes aan de weg terug naar boven begonnen. Hier en daar een wedstrijd gewonnen. Onder andere Halle Ingelgem. Deze streek ligt hem goed. En hij gaat hier... Ik denk dat we dat met zekerheid bijna kunnen zeggen. De Belgische titel pakken. Een sprookje. Hij zit onder de vod. Kwestie van nog netjes af te ronden. Nog een strikje rond de verpakking te leggen. Nog een afstopper. Daar zien we nog een poging van Bakels. Misschien komt voor een medaille. En dit is een vertekend beeld. Nog een paar keer opkijken. En het valt in zijn rug weer stil. Speelt niet meer mee. Hij gaat naar goud, hij gaat naar de Belgische titel. Het blijft in het gezelschap van de mannen van Roodhoofd. 140 kilometer in de aanval. Af en toe gebeurt het eens dat de beloning daaruit komt. Af en toe. Zo om de 10 jaar. Gebeurt het wel eens dat de eerste vlucht de goede is. Nou, laten we zeggen de eerste compacte vlucht. Een vlucht van een man of 20 in dit geval. Hij was zeker een van de meest ijverige onderweg. Er waren er nog, maar hij had ook nog een eindschot. En had ook nog het geluk dat zijn laatste gezel er ging bij liggen. Ook dat heeft natuurlijk een rol gespeeld. Maar het is allemaal verleden tijd. De kampioen, Belgisch kampioen 2020, luistert naar de naam Dries de Bond. Een outsider, maar wel een goeie. En dan de mannen van de Koning Quickstep toch nog voor de ere plaatsen met de... Seri wordt nog tweede. Seri derde, denk ik, en Keizer tweede. Ja, straffe toeren. Op dat frontgezicht, het was geen sprint meer, hè?
Nee, het was een, gewoon nog stampen met wat er nog in was. Ja. Ja, dan moet je toch zeggen dat het jammer is dat we Seri daar zijn kwijtgespeeld. In de aanval. Dat mag je wel stellen, om het hoekje. Om het hoekje. We moesten hem helaas oprapen toen hij daar al lag. En hij er netjes doorheen geglipt was. Want plots reed hij daar alleen op kop. Vlak achter de cameraman. Dries de Bond, opvolger van Tim Merlier. Belgisch kampioen wielrennen in Anzegem. Het truitje moet niet gemaakt worden. Ze hebben het al liggen. Dat verdient een pak uitleg uit verschillende hoeken. Hier, Zweek die over de streep komt. Die andere kampioen van de cross dan. 45 gemiddeld voor 240 kilometer. Hallo, pas op. Dan ben je het wel een eind ver gaan zoeken. En nu dwingt het. Gaat het pas echt doordringen. Ik denk dat hij nu al die miserie van x aantal jaren terug weer ziet voor zijn hoofd rollen. Binnen de bubbel doet het deugd dat je corona mag vergeten. Overgelukkig moment zijn. Hier de sprint van de geslagenen. Met Merlier toch nog met een vorm van afronding. Ze dringen hier niet echt aan. En is blij met een verre ereplaats. Want zijn compagnon de route heeft het afgemaakt voor de Belgische titel. Vermaken met de brede glimlachje zal verminderd. Feest bij Alpes in Phoenix is ingezet. De ploegmakers dolblij natuurlijk met de titel. Het is een zeer zelfbewuste kerel. Dries de Bond pakt de drie kleur, meneer Vermeers. Alweer feest, alweer champagne, alweer bingo. Komt ver met de verf in interviews. Wat een wedstrijd. Durft ook zijn mening te zeggen. Hier richting aankomstlijn. Hoe dan ook een outsider. Want daar was de topfavoriet. Wel een sterke ploeg aan de start. Zaten mee. Met een sterk man. Ze konden natuurlijk op een paar verschillende pionnen spelen. Ja, de groei in blok is opvallend. We hebben ook inderdaad vertrouwen getoond. En niet mee in achtervolging gegaan. En in de schaduw van Mathieu van der Poel, maar ook uit de schaduw van Mathieu van der Poel. Ja. Dries de Bond, gefeliciteerd. De Belgische titel is binnen. Je had er alleen bij de elite zonder contract, maar ja, dit is van een totaal ander niveau. Vertel, wat gaat er door je heen? Volgens mij dringt het nog niet volledig door. Ik heb... het was een speciale koers. Want eigenlijk zijn we met die groep voorop geraakt. Het is een twijfelmoment gebeurd en dat was eigenlijk zonder een echte demarrage. Het was tot daar echt wel koers geweest de hele dag. En in die eerste lokale ronde komt dan die schifting zonder echte aanval. Maar het probleem was een beetje dat alle... het geluk was een beetje dat alle sterke blokken vertegenwoordigd waren. En niemand wist even wat gedaan in het peloton, denk ik. En daarom dat ineens 4 minuten 50 werd. Ja, en dan weet je gewoon ook vooraan dat het heel ver gaat dragen. Zeker omdat als je gewoon rustig rondrijdt met zo'n groep van man of 18, ja, dat kost geen energie. Maar in het peloton moeten ze alle hens aan dek maken om te rijden. Omdat anders krijgen ze dat gat nooit meer toe. En ja, je zag dat, ik hoorde dat toch in mijn oortje, dat uiteindelijk alles opgesoupeerd raakte van achter. En dat dan de kopmannen zelf moeten aan de bak gaan. En dan wist ik op het einde, de finale wordt hier gereden en niet van achter. Dus, het lijkt mij een heel moeilijke finale, want er waren eigenlijk heel veel renners aan elkaar gewaagd. Begin dan maar eens de goede keuze te maken. Hoe heb jij dat beslist? Het was een finale zonder echte favorieten. Ik en Otto hadden een beetje afgesproken van wat het meeste schrik van het Quickstep-blok. En we hadden afgesproken van Otto, pak jij Seri en ik zal Ilio pakken. En we hebben dat eerst een beetje gecounterd. Maar toen voelde ik in de voorlaatste ronde dat er toch een paar op hun tandvlees begonnen zitten. En dan dacht ik, nu ga ik gewoon kijken. En als het even heel hard gegaan is, ga ik gewoon zelf. En Pieter ging dan op de achterkant van Tighem daar. Maar die kwam dan ongelukkig ten val in die bocht. Ik zat eigenlijk in het wiel. En ik dacht, misschien moet ik gewoon doorgaan nu. Ik kreeg dan, een gaatje. En ik dacht, nu mag ik gewoon niet meer twijfelen. Pakken ze mij niet, dan
Dat is binnen. En het was binnen, ongelooflijk gevoel. Binnen, ja. Heeft de film zich al afgespeeld? Want jij hebt uiteraard wel wat meegemaakt in het verleden. Ik bedoel, we hebben het daarnet op antenne gezegd. Jij hebt tussen leven en dood even gezweefd. Je hebt bij kleinere ploegen gereden. Echt moeten knokken vooraleer je in deze constellatie kwam. Je bent Belgisch kampioen bij de profs. Daar staan de allergrootste namen op en je hebt die titel beet. Ja, gaat er een film door je hoofd of nu wel, niet? Ja. Ik had nog altijd niet zo geloven eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk altijd geknokt voor op dat niveau te komen en er te blijven. En ja, een paar tegenslagen gehad. Maar ik heb dat niet alleen gedaan en vandaag ook niet. Ik denk dat er heel veel mensen zijn dat ik moet bedanken. Ik zal dat wel persoonlijk doen, want ik kan ze toch niet allemaal op nu manier op tv. Maar het zijn mensen die mij hebben opgevangen als er geen hoop meer was. En die mij kansen gegeven hebben om terug aan de bak te komen op dit niveau. En dat ga ik niet vergeten. Gefeliciteerd met de Belgische titel, Dries de Bont. Dank u wel. Attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour l'hymne nationale. Een bijzonder verhaal.